de manier waarop hun eigen Lance Armstrong afgemaakt moest worden, niks te maken heeft met de oude cultuur van wielrennen in Europa. U zegt eigenlijk, er is een doping-heksenjacht bezig. Waarom zegt u dat? Ik vind dat die doping-heksenjacht al een tijdje begonnen is. En ik vind dat die eigenlijk zijn hoogtepunt al min of meer gehaald heeft. Ik vind dat... kijk... Dat profielrennen bestaat helemaal nog niet zo lang. Die fiets is helemaal niet zo lang uitgevonden. Dat die fiets een hulpmiddel kon zijn voor arme sukkelaars om op te stoten in de vaart der volkeren, om van een dubbeltje een kwartje te worden, om in een betere sociale laag terecht te komen. Dat is allemaal nog niet zo... Dat is nog geen 100 jaar geleden. Dat is zomaar net voor de Eerste Wereldoorlog begonnen. Wij hebben daar de prachtigste voorbeelden van in Nederland, maar ook in België. De Flandriëns, de Briekschottes, de mannen die van niks kwamen en die een volksheld werden. Natuurlijk hebben die dat gedaan met alle mogelijke middelen die tot hun beschikking waren. En natuurlijk hebben ook de volgende generaties wielrenners dat gedaan. Ik vind dat dat helemaal niet zo'n bittere veroordeling verdient als dat de laatste tijd heeft gekregen. Ik vind het ook terecht dat Lance Armstrong zijn 7 toerzegers kwijt is. Nee, ik vind het belachelijk. Ik vind dat absoluut belachelijk. Ik vind dat Lance Armstrong alle 7 zijn toerzegers terug moet krijgen en ik vind dat hij een standbeeld moet krijgen in Parijs. Waarom? Waarom? Omdat ik vind dat hij een gigantische wielrenner was. De beste van zijn generatie. Ik vind dat hij... Kijk, wielrennen is meer dan alleen maar stampen met die voeten. Hij was de slimste. Alleen al het feit dat je de meest gecontroleerde renner van de wereld bent. En dan nooit betrapt. Dan moet je wel een slimme renner zijn. Hij wist door zijn ziekte die hij had doorgemaakt. Veel beter dan dokters. Veel beter dan... dopingonderzoekers, welke chemische middelen hem konden helpen om een sterkere renner te zijn, maar dat wisten ze allemaal. Dus hij bediende zich van dezelfde middelen waar zijn hele generatie zich van bediende. Binnen die generatie werd hij de beste, werd hij op een magistrale manier de beste. 7 keer de Tour winnen. Tegelijkertijd ook nog een geweldige organisatie op touw zetten om de kanker te bestrijden. Ik vond dat een hele grote manier. En ik vind de manier waarop hij is afgemaakt door WADA en door alle politiek correcte sportjournalisten volkomen belachelijk.